De Witte Kapel in Schaarsbergen dient binnenkort als locatie voor de kunstexpositie Helmen vol verhalen. Deze expositie staat in het teken van veteranen en Amy van Son uit Arnhem weet als geen ander hoe belangrijk het is dat de verhalen van veteranen verteld worden. Ik was werkzaam bij de Koninklijke Marine en daar was ik verbindelaar. Dat is een verzamelwoord voor telegrafisten en seiners. Zeg maar de ouderwetse manier van communiceren nog. Tegenwoordig heb je natuurlijk allemaal met satelliet en dat soort zaken, maar toen ging dat nog met lichtmorsen en codes en dat soort zaken. En dat was mijn baan. Ik heb heel veel van de wereld gezien. We hebben gevaren natuurlijk voor Joegoslavië. Daar hadden we een functie als een soort wachtschip om koopvaardijers de vrije ruimte te geven. En we hebben ook gevaren voor Irak. Maar ik ben natuurlijk ook in Amerika geweest, in IJsland, heel veel van Europa gezien. Ik weet toen ook nog waar wij aan het varen. En toen brak de Balkanoorlog uit met Joegoslavië. Ja, en dan krijg je gewoon een bericht van oké, jullie moeten nu naar dat gebied om die koopvaardijers vrij spel te geven om door te kunnen varen. En dat is dan je taak. Het mooie is van varen op een schip, dat is eigenlijk een soort klein dorp. En met die 150 man zit je dan ook 6 maanden op zo'n schip. En dan moet je het ook met elkaar doen natuurlijk. Dus die verbondenheid, die kameraadschap en dat vertrouwen dat je in elkaar hebt, dat is me zeker bijgebleven. En natuurlijk al die prachtige havens, al die culturen, al dat verschillende soorten eten. Dat is natuurlijk altijd een feestje. Meestal was je 3 weken op zee en dan lag je een weekend in de haven. Sommige militairen die terugkeren naar het normale leven, missen de verbondenheid die ze hadden met hun collega's bij Defensie. Zo gaat communiceren bij de marine totaal anders. Je leert op een bepaald soort manier handelen. Met een militaristische blik kijk je naar dingen. Dingen moeten eerst gedaan worden en daarna kun je rusten bijvoorbeeld. Of het direct praten of praten in opdrachten. Pas 15 jaar na dato, toen was ik al 15 jaar uit dienst, droomde ik elke dag nog dat ik aan het varen was. Dus dan werd ik wakker en ik ook trek mijn werkpak aan en ik ga op post. Dus ik had nog steeds een soort verlangen. En toen ben ik dat ook gaan onderzoeken van wat is dat nou? Dat verlangen, kameraadschap, vertrouwen, broederschap. En dat vind je dus niet in de burgermaatschappij. En dan kun je daar zelf op een bepaald soort manier handen en voeten aan geven. En ik heb dat gedaan door kunstprojecten te starten. Helmen vol verhalen is zo'n kunstproject. De expositie is vanaf 18 augustus te zien in de Witte Kapel in Schaarsbergen. Ik denk een jaar of 10, 15 geleden erkende ik gewoon de noodzaak dat het nodig is om bepaalde verhalen naar de oppervlakte te brengen. En dat ze verteld moeten worden. En Helmen vol verhalen heeft de focus ook vooral op de jonge veteraan. De reden daartoe is dat heel veel burgers bij het woord veteraan nog denken aan Tweede Wereldoorlog, Indië-Korea, Nieuw-Guinea-strijders. Maar sinds 1979 zijn wij ook met VN op missie gegaan als Nederland zijnde. En dan waren de eerste Libanon-veteranen. Dus de expositie, de foto-expositie staat hier nu achter jullie, beslaat eigenlijk 40 jaar Nederlandse missies. Uit elke provincie hebben we veteranen betrokken, vanuit alle defensieonderdelen, landmacht, marine, marechaussee en luchtmacht en het thuisfront dat eigenlijk het 5e defensieonderdeel is. En zij zijn samen meegegaan op missie door de kunsten. En hun persoonlijke verhaal heeft dus geleid tot een kunstwerk met impact. En daar kunnen burgers kennis van nemen, want de universele taal van de kunst, dat is wat je raakt, klap in je gezicht, stomp in je maag. En zo kunnen we eigenlijk de burgers beter laten begrijpen wat het betekent om op missie te gaan.